Goedenavond gemeente en gasten. Hartelijk welkom in deze dienst, ook als u thuis met ons verbonden bent via de kerkomroep. De voorganger in deze dienst is niet dominee Cordé, zoals in de kerkbode vermeld staat, maar dominee J.C. Breugem uit Ede. We zingen nu eerst Psalm 35, vers 9. Daarna bereiden we ons in persoonlijk stilgebed voor op deze dienst. En de kerkraad wenst u, jou en de luisteraars thuis een gezegende dienst. Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde heeft geschapen en die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, die trouw blijft van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid, en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die zal komen. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen.
Laten we met elkaar gaan zingen, gemeente, uit Psalm 139. En daarvan zingen wij het eerste en ook het laatste vers. Niets is o oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. U kent mij. En dan zingen we verder ook in vers 14. U doorgrondt me. En dat is dan een gebed. Doorgrondt mij en ken mijn hart, o Heere, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Psalm 139, vers 1 en ook vers 14. In antwoord op onze geloofsbelijdenis zingen wij nu met elkaar Psalm 19, het zesde vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een duidelijk bericht. Wat is het vooruitzicht schoon?
Psalm 19 en daarvan vers 6. In gehoorzaamheid aan het heilig evangelie en in dankbare verbondenheid met de kerk van Jezus Christus van altijd en van overal beleiden wij nu het algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof. Ik nodig u en jullie uit om stil voor jezelf met mij als volgt mee te beleiden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft. Onder de rechter Pontius Pilatus is hij gekruisigd. Hij is gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Ten derde dagen is hij wederom opgestaan uit de doden. Hij is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden. Ik verwacht de wederopstanding van het lichaam en het leven der eeuwigheid. Amen. Gemeente, zullen wij samen gaan bidden. Heer, het wordt stil in uw huis als wij naderen voor uw heilige aangezicht. U de grote, de almachtige, de eeuwige en de zo heilige God. We voelen het verschil tussen u en ons. En Heere, het is een wonder dat wij mogen naderen voor u. Ondanks dat wij hebben beleden, hebben gevraagd, reinig mij van mijn verborgen zonde. We houden nogal wat onder de radar voor mensen, soms al generaties lang. Gaat het geheim de familie mee door, voor mensen, maar ook voor u.
Hier en dan hebben we gezongen van Psalm 139, dat u alle dingen ziet en weet en doorgrondt. We kunnen voor u niets verbergen, al zouden we het willen. Alles ligt voor u open. En ergens beseffen wij dat wel, wanneer wij zo voor u naderen. Wat is er niet dat ons aanklaagt en schuldig stelt, wat ons misschien ook het gevoel geeft, mogen wij wel. En toch, Heere, en toch, we kunnen niet anders dan voor u naderen, omdat wij niemand anders hebben dan u alleen. U bent God, u heeft ons gemaakt. U heeft deze wereld gemaakt om onze plek te geven, om te leven voor uw aangezicht. En we putten troost uit die machtige woorden van de psalm die we zongen. U doorgrondt en u kent ons, u weet alles van ons en toch wilt u ons ook werkelijk kennen. U die alles weet en ons nog wil kennen ook. Wij kunnen dat niet klein krijgen, Heere. Als mensen alles van ons weten, dan zouden we eenzame mensen zijn. Al die zwarte dingen in ons leven. Als mensen het zouden weten. Mensen weten het vaak niet. Maar u weet wel alles. En toch wilt u ons kennen. En wilt u zelfs dit probleem ook in ons leven aanpakken. Heere, wij danken u daarvoor dat we ook vanavond daarom uw woord mogen horen. Dat het evangelie mag uitgaan. Elke zondag en ook vandaag weer, vanavond ook. Heere, we vragen u om uw hulp en leiding daarbij, om de bediening van uw Heilige Geest, die oude woorden laat landen in onze levens vandaag. We hebben uw geest wel heel erg bijzonder nodig deze avond, omdat wij ook weer barstige woorden zullen stilstaan, woorden die onze begrippen, onze verstanden, ons verstand te boven gaat en ons het gevoel kunnen bezorgen, wat lees ik hier nu? Waar gaat dit over? En als we die vraag maar stellen, dan hoeven we dit niet alleen te stellen zo voor onszelf, onderling in de bank of in onze gedachten, maar wij stellen die vraag ook aan u. Waar gaat dit over, Heere? Geef dat wij vanavond door de verkondiging heen antwoorden zullen ontvangen op vragen die zo kunnen opgeroepen worden door uw woord. Op vragen die niet altijd zomaar bij ons leven. Heere, we bidden u om een gezegende dienst waarin uw woord openvalt, waarin uw woord niet alleen maar voor ons verstand duidelijk wordt, maar ook in ons leven neerdaalt. En daar zal doen wat u behaagt. En dan weet u het allerbeste wat daar nodig is, omdat u ons helemaal kent en doorgrondt. Omdat u ons ook wil kennen, die relatie met ons wil onderhouden. U bent God en wij zijn uw schepsel. U bent Vader en wij mogen door het geloof uw kinderen genoemd worden. Dan wilt u toch dat alles uit de weg geruimd wordt wat er in de weg kan staan. Niet alleen maar persoonlijk, maar ook als gemeente, als deel van uw kerk wereldwijd. Heren, we dragen deze dienst dan dankbaar ook aan u op, in het vertrouwen dat u zult spreken, dat u zult komen tot ons en dat u door de bediening van uw geest ook deze woorden laat landen. Heere, geef dan dat het ook vrucht zal dragen als we onze levens weer herpakken en naar huis gaan. Wellicht nog praten met deze en gene. Morgen wacht het gewone leven weer of het leven van de vakantie. En we danken u ervoor als dat zo mag zijn, dat we ontspannen mogen. Heere, maar geef dat in de ontspanning of in de drukte van ons leven uw woord niet verdampt, maar daar ook zijn weg en zijn werk zal vinden en zal doen. Heere, wees met ons, ook als we een bijzondere taak hebben in deze dienst, zoals de organist, de koster, de mensen die voor de uitzending zorgen, de BHV'ers wellicht, de broeders van de kerkenraad, geroepen om ook te luisteren met waakzame oren naar uw woord. Klinkt hier het woord naar uw zin en mening, o Heilige Geest? Wilt u ze daarbij helpen? Wees zo met ons allen, van jong tot oud. Hoe we ook zijn, doeners en denkers, mensen die geletterd zijn of juist heel praktisch onderlegd. U kent onze verschillen. Naar de mens gesproken een onmogelijke zaak om één en dezelfde voorganger de hele gemeente te laten bedienen.
Maar u bent het die spreekt. En dan kan het wel. En dan zal het ook. Wees met ons, Heere. En verheerlijk uw grote naam. Breid uw koninkrijk uit. Dat bidden we van u. Uit genade. In Jezus' naam. Amen. Kinderen en jongelui, jullie hebben vanavond toch wel een beetje voorsprong op de wat ouderen. We gaan namelijk Zacharia lezen. En Zacharia krijgt in het eerste gedeelte van zijn profetie, zoals dit boekje heet, allerlei dingen te zien. Nachtgezichten, gezichten, visioenen die hij in de nacht ontvangt. En die visioenen, ja, hoe moet je dat vergelijken met vandaag? Ik denk dat jullie, en ik zeg dat met eerbied, regelmatig TikTok-filmpjes kijken of YouTube-shorts. En daar zie je ook allerlei wonderlijke dingen die eigenlijk niet kunnen, maar die wel door de montage van die video's gemaakt zijn voor je oog verschijnen. Nou, dat is allemaal kunstmatige intelligentie met veel computers in elkaar geknutseld vaak. Hier lees je een zuiver voorbeeld van God die ons dingen voor ogen schildert die we niet kunnen bedenken, maar die wel een hele diepe boodschap hebben. En daar gaan we vanavond naar luisteren. We lezen de Bijbel op drie plaatsen. Allereerst uit Zacharia 5, vers 1 tot en met 4. En daarna Zacharia 13, vers 1 tot en met 6. En onze laatste schriftlezing is Openbaring 21, vers 22 tot en met 27. En op die plaatsen luidt het heilig en gezaghebbend woord van God als volgt. Opnieuw sloeg ik mijn ogen op en zag, en zie, een vliegende boekrol. Hij zei tegen mij, wat ziet u? En ik zei, ik zie een vliegende boekrol. Zijn lengte is 20 el, zijn breedte 10 el. Toen zei hij tegen mij, dit is de vloek. Die zal uitgaan over heel het land. Volgens deze vloek zal namelijk ieder die steelt van hier weggevaagd worden. En volgens deze vloek zal ieder die een valse eed aflegt van hier weggevaagd worden. Ik heb deze vloek doen uitgaan, spreekt de Heere van de legermachten. Hij zal naar het huis van de dief gaan. Naar het huis van hem die in mijn naam een valse eed aflegt. Hij zal midden in zijn huis overnachten. En het vernietigen met zijn hout en zijn steden. Zacharia 13, vers 1 tot en met 6. Op die dag zal er een bron geopend worden voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heere van de legermachten, dat ik uit het land de namen van de afgoden zal uitroeien, zodat aan hen niet meer gedacht zal worden. Ja, ook de profeten en de onreine geest zal ik uit het land wegdoen. En het zal gebeuren wanneer iemand toch nog profeteert, dat zijn vader en moeder die hem voortgebracht hebben tegen hem zullen zeggen, jij mag niet blijven leven, want je hebt leugens gesproken in de naam van de Heere. Zijn vader en moeder die hem voortgebracht hebben zullen hem doorsteken, want hij profeteert. Op die dag zal het gebeuren dat die profeten beschaamd zullen worden, ieder vanwege zijn visioen, wanneer hij profeteert. Ze zullen geen haren mantel aantrekken om te liegen. Maar hij zal zeggen, ik ben geen profeet, ik ben een man die het land bewerkt, omdat iemand mij daarvoor heeft geworven vanaf mijn jeugd. Als men tegen hem zegt, wat betekenen deze wonden aan uw handen? Dan zal hij zeggen dat ik geslagen ben in het huis van hen die mij lief hebben. We komen via de profetieën van Zacharia en Openbaring uit. De vervulling, de ultieme vervulling van deze profetieën vind je in Openbaring terug. Zacharia die staat voor de grootste opgave dat in zijn tijd de tempel herbouwd moet worden, dat het volksleven in het beloofde land zich weer moet hervatten. Hoe kan dat en hoe gaat dat? En is dat het doel op zichzelf? Nee, dat is geen doel op zichzelf. Dat wijst vooruit naar de toekomst die aan God is. De toekomst waarin het leven gezuiverd wordt van alle zonde en onreinheid. En zo verschijnt de nieuwe stad Jeruzalem op de nieuwe aarde. En daar gaan we dan over lezen. Wie komt daar binnen en hoe zal het daar zijn? Openbaring 21 vanaf vers 22.
Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar en het Lam is haar lamp. En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen. En de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen. Al wat onrein is, zal er niet in komen. En ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens. Maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. Tot zover onze schriftlezing. U bent zalig als u het woord van God hoort, bewaart en daaruit leeft. Ik heb voor u de volgende mededeling. Die gaat over de collecte. Voor de gemeente thuis. Thuis kunt u op de gebruikelijke wijze uw gave geven. Bij voorkeur via de kerk-app. En voor u die hier aanwezig bent. Er wordt nu gecollecteerd. En de eerste collecte is bestemd voor kerkbeheer. De tweede is voor de diaconie bestemd. En de busjes bij de uitgang zijn voor de evangelisatiecommissie bestemd. We gaan daarna zingen uit Psalm 10. Niet de psalm die denk ik het meest verschijnt op de liturgieborden, maar wel een psalm die heel erg past ook bij deze thematiek. De vraag waar je zomaar mee kan leven als je met een open oog in deze wereld staat. De klacht ook van het volk van God. Waarom, o Heere, blijft u van verre staan? Waarom verbergt gij u daarbij gehaat, beangst, verschrikt, bijna door de druk vergaan? De klacht, maar er komt ook een antwoord. Of een overgave, of in ieder geval geloof, kan je ook wel zeggen. Dat zingt vers 7 voor ons uit. Gij ziet het toch, waarheen hij zich ook keert. Want u merkt op de moeite, de smart en rouw op dat men het in uw hand geven zou. We zingen dat met Psalm 10, vers 1 en ook vers 7. Thank you.
Gemeente, laten we als aanbod op de verkondiging met elkaar Psalm 89 zingen, daarvan vers 1 en ook vers 7. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen, uw waarheid te alle tijd vermelden door mijn reen. En vers 7, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Psalm 89 en daarvan vers 1 en 7. Gemeente des Heren, hier in Putten, het woord van God, onze tekst voor deze avond, komt uit Zacharia 5 en daarvan vers 1 tot en met vers 4. Ik lees nu een kern, een uitsnede uit dit gedeelte u voor, vanuit vers 2. Hij zei tegen mij, wat ziet u? En ik zei, ik zie een vliegende boekrol, zijn lengte is 20 el en zijn breedte 10 el. Toen zei hij tegen mij, dit is de vloek die uit zal gaan over het hele land. Het thema voor vanavond is, wat hangt je boven het hoofd? Wat hangt je boven het hoofd? En we letten na een korte inleiding op vier gedachten. Vanuit vers 1 en 2, het boek. Vanuit vers 3, de vloek. Vanuit vers 4, de vernietiging. En vanuit Zacharia 13, vers 2, de reiniging die ook deze profetie belooft. Het boek, de vloek, de vernietiging en de reiniging. Gemeente, het kan een geweldige vraag voor je zijn. Ziet God het wel? Zo'n vraag stel je natuurlijk niet zomaar. Die komt op uit een gevoel dat je eigenlijk denkt, ja, maar God ziet het niet. Wat doet hij eigenlijk? Hij lijkt er niets aan te doen. Ik voel me in de steek gelaten. En je wordt misschien gepest op school en je denkt, nou, vakantie, eindelijk is het even voorbij. Maar nee hoor, via WhatsApp en Snapchat gaat het gewoon door. Je wordt onder druk gezet. Je had wat pikante foto's gedeeld, natuurlijk nooit moeten doen, maar je deed het toch. En vervolgens ging het verschijnsel sexting ook voor jou op. En je durft er maar niets over te zeggen, want als papa en mama te weten komen, dan is het helemaal feest natuurlijk. Niemand is in staat om je uit die wurggreep te bevrijden. Je kan je dan zo machteloos en zo alleen voelen. Al ben je bij lange na niet de enige, dat weet je misschien ergens ook wel, maar toch. Het is het eigene aan dit soort dingen dat het je alleen laat staan en alleen laat voelen. Maar er is zoveel wat onder de radar blijft. Door niemand wordt gezien, je geeft signaal op signaal, maar het wordt niet opgepakt door je ouders. De leerkracht kijkt er van weg. Laat staan dat er ook maar iemand zijn best doet om ook werkelijk jouw situatie te verbeteren. Iemand die zijn vinger erachter krijgt en van aanpakken weet, recht kan doen. En God, ja, hoe lang geleden? Hoe lang geleden ben je gestopt met bidden? Dat je denkt, ja, het helpt toch allemaal niet. God grijpt niet in. Zo voelt dat voor jou. Ja, inderdaad. En zal ik je vanavond in eerste instantie ook maar even gelijk geven. God grijpt niet in. Weet je waarom? Het zal nog 500 jaar duren na deze profetie van Zacharia dat er op Golgotha een kruis wordt opgericht. En dat kruis vertelt anders. Het vertelt dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Vanaf die dag opent God een bron in deze wereld voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde, tegen de onreinheid, om je schoon te maken. Ja, mooi, maar daarmee is mijn vraag nog niet beantwoord. Ik worstel met God die niet lijkt in te grijpen. Hoe zit dat? Met al die dingen, gemeente, die maar doorgaan. En ik schets dat even in het klein, maar dat kan ook zo gemakkelijk in het grote voor je ogen verschijnen. Je kijkt met open ogen in deze wereld en je denkt, het gaat allemaal maar gewoon door. En er is niemand die er wat aan doet. Wat boeit het onze medemens dat God en zijn goede geboden geen issue meer zijn in onze samenleving bijvoorbeeld? Wat doet God eigenlijk? Dat laat Zacharia, ik moet weten zeggen, dat laat de Heer door Zacharia ontzien. Ik ben gewend om elke keer in stukjes te preken. En ik lees dan ook nu het stukje voor waar het over gaat. Dan kunt u ook voor uzelf, zeker bij dit ingewikkelde gedeelte, uw Bijbel erbij houden. En kan je zo volgen waar ik ben. Opnieuw sloeg ik mijn ogen op en zag en zie een vliegende boekrol. Hij zei tegen mij, wat ziet u? En ik zei, ik zie een vliegende boekrol. Zijn lengte is 20 el en zijn breedte 10 el.
Het is in ieder geval, zo kan je hieruit opmaken, het is in ieder geval niet jouw vraag alleen. Het is een vraag, een klacht die al zo lang meegaat en onder het Godsvolk bij tijden de kop danig kan opsteken. We zongen daarom ook Psalm 10. Hij zegt in zijn hart, God heeft het vergeten. Hij heeft zijn aangezicht verborgen. Hij ziet het in eeuwigheid niet. Dat zijn zware dingen, gemeente, als je dat zo uitzingt. Voor Gods aangezicht nog wel. Het kan je ervaring dus zijn en die ervaring is inktzwart. Omdat je denkt, omdat men denkt dat het niet gezien wordt. Ja, gaat het om je heen gewoon door? Wat? Liegen, stelen, bedriegen en alles wat nog meer onder de radar kan blijven. Zoals de ervaring van dat kleine groepje teruggekeerde ballingen daar in Jeruzalem op de puinhopen. Voor wat eens de stad Gods en de tempel Gods was. Een ervaring. Met twee benen op de grond. Hoezo welkom thuis. Fijn dat jullie er weer zijn na 70 jaar ballingschap. Het was meer de houding van wat komen jullie doen. En ze konden naar hun voorvaderlijke bezittingen fluiten. Het is ons gegeven. Toen jullie weggevoerd werden, zei de koning, nemen jullie het. En maak er gebruik van. Sla je slag en probeer het land maar te bebouwen. Nee hoor, we hebben het eerlijk gekocht. Hier heb ik een koopakte. Opa, voor jou zei, je mag het wel hebben. Jij was er toch niet bij? Kan je het bewijzen of zo? Nee. Je kan niks bewijzen dat er gelogen is. Dat er dingen verdraaid worden. Dat het allemaal geen barst van klopt. Je zou... Ja, wat zou je eigenlijk? Wat zou je eigenlijk? Weet je wat je eigenlijk zou moeten doen? Je zou eens opnieuw moeten kijken. Waarom? Om het anders te gaan zien. Kijk maar met de profeet mee vanavond. Hij kijkt niet alleen maar voor zichzelf, hij kijkt ook voor dat Godsvolk daar met hun beide benen op de puinhopen van Jeruzalem, de stad van God, de tempel van God. Hij kijkt niet alleen maar voor zichzelf, hij kijkt met de ogen van een voorganger voor zijn gemeente. En je kan zeggen, hij kijkt tot en met ons vandaag voor ons mee. Opnieuw sloeg ik mijn ogen op. Opnieuw. Ik keek nog eens naar de situatie. Ik probeerde met een andere blik ernaar te kijken. En wat ziet Zacharia dan? Hij heeft het niet over leugen, hij heeft het niet over bedrog, hij heeft het niet over valsheid in geschrift en allerlei frauduleuze en corrupte praktijken. Nee, hij ziet wat er boven het hoofd hangt. Boven het hoofd van al die mensen met hun, met onze verborgen zonden. Van misstanden die in de doofpot zijn verdwenen. Van alles wat onder de radar blijft. Of zelfs onder de mantel van de liefde achter het bloemetjesgordijn wordt verstopt. In een zwijgcultuur wordt gesmoord. Als je opnieuw kijkt, zie je wat anders. Je ziet iets boven je hoofd hangen. Ja, ook boven jouw hoofd. Dat is eigenlijk wel schrikken als je weet wat je ziet. Als je opnieuw kijkt op die andere manier, is het ook voor jezelf toch wel een harde landing, toch? Of heb jij dan niets te verbergen? Je zoekgeschiedenis op je laptop? Ja, maar je cookies, die vertellen waar jij allemaal uithangt. Waar je stiekem naar kijkt. Wat je allemaal uitspookt in uw boekhouding. Bij die aanbesteding, even met elkaar gesproken. Wat je als collega's een beetje in de wandelgangen met elkaar bekonkelt over die andere collega die toch wel erg lastig is en die je liefst zou willen wieberen. Ja, wat hangt er boven onze hoofden, gemeente? Ik zag en zie. En als dat in de Bijbel staat, dan heeft dat de waarde van... En moet je nou toch eens kijken. Ik zag en zie een gigantische boekrol.
vliegen notabene. Je zou kunnen zeggen met overview. Als je opnieuw kijkt, zie je een overstijgend blik voor dat ding wat ons boven het hoofd hangt, blijft niets onder de radar. Deze prehistorische drone kijkt overal doorheen en kijkt overal in. Alles wordt waargenomen en doorzien. Ook van jou, van u en van mij. Geen mens die het zag, niemand die het hoorde. Niemand die het merkte, niemand die jouw gedachten kon lezen, je gevoelens kon peilen. Geen algoritmes die het op een ingewikkelde manier ergens opslaan en daar vervolgens mee voor de dag komen met andere dingen. Maar God in de hemel, die doorgrondt het. En hij ziet het en hij registreert feilloos alles wat je voelt, denkt en zegt en doet. Daarom is die vliegende boekrol ook zo groot. Een boekrol, dat zult u wel weten, 2 stokken en een stuk perkament of papier is ertussen. Je kon hem oprollen en kan je zo kolom voor kolom lezen. Een boekrol, nou ja, als je een hele groot had, was dat een ding van pak een beet 4 meter bij 30 centimeter. Dan heb je het wel gehad. Dat waren hele groot in die tijd. En hier heb je een boekrol van 10 bij 5 meter. 50 meter aan boekrol wappert er boven ons hoofd. Waarom zo groot? Nou, dat heeft te maken, gemeente, met wat erop staat. En daar kom ik zo op terug. Maar blijkbaar heeft God zoveel ruimte nodig toen al om te beantwoorden op alles wat hij bij het volk ziet en waarneemt en hoort en weet en peilt. Nee, het dwarrelt geen klein papiertje, zo'n snoeppapiertje door de lucht. Maar er vliegt een mega boekrol boven je hoofd. Gemeente, hoe groot zou die vandaag zijn? Hoeveel papier zou God nodig hebben om alleen al onze verborgen zonden te kunnen beantwoorden? Als je opnieuw kijkt met Zacharia, is het wel behoorlijk confronterend eigenlijk, hè? Ja, misschien zeg je wel, daar was ik nou vanavond niet voor naar de kerk gekomen. Ik wilde graag een bemoedigend woord, een fijne zomerboodschap. Wacht even. Ik snap best dat deze woorden wel wat van u vragen. Maar je moet niet denken dat dit alleen maar confrontatie is. Hier biedt God iets van troost. Hij laat je weten, God, ik, God, zie het wel. Er blijft geen verborgen zonde onder mijn radar. Geen misdaad, geen wandaad blijft onbeantwoord. Hoe zou je trouwens met deze God iets kunnen, iets willen verbergen? Daar gaan we zo nog wel meer over horen. Dit was het eerste wat ik wilde delen, het boek. Nu kijken we naar de vloek. Ja, we leven in een tijd dat er van alles boven ons hoofd hangt. Van de vogels in de lucht, de vlinders natuurlijk. Tot en met die vele vliegtuigen die hun strepen op de horizon achterlaten, de satellieten die hun baantjes trekken, de geheimzinnige spionageballonnen en allerlei niet geïdentificeerde vliegende objecten. Vooral in Amerika zien ze ze vliegen. Maar ook voor Zacharia dus, 500 voor Christus. Je gelooft je ogen toch niet als je met hem opnieuw meekijkt. Een vliegende boekrol van 10 bij 5. Wat is dit? Waar gaat het over? Ben ik ergens in aanbeland in een soort virtuele wereld? Dit kan toch niet? Dit bestaat toch niet? Nee, geen inbeelding hier vanavond, maar een visioen, een gezicht. De Heere geeft de profeet en door de profeet het godsvolk van toen en vandaag visie. Visie voor zijn tijd, voor onze omstandigheden. Voor de wereld van vandaag en morgen. En dat wordt hem duidelijk gemaakt. We lezen vers 3. Toen zei hij tegen mij, dit is de vloek die zal uitgaan over heel het land. Volgens deze vloek zal namelijk ieder die steelt van hier weggevaagd worden. En volgens deze vloek zal ieder die een valse eed aflegt van hier weggevaagd worden. Zoals ik al zei, gemeente, door dit gezicht, door dit visioen geeft de Heer door de profeet zijn volk weer visie.
Zij, die kleine groep teruggekeerde ballingen met die immense taak en die grootse verantwoording om alles weer op te bouwen, om hun bestaan als volk van God weer mogelijk te maken, om te leven ten dienste van God. Daar kwam en daar komt van alles tegenin. Stelen, liegen en bedriegen, allerlei verborgen agenda's. Je kan het bijvoorbeeld teruglezen in de profetieën van Ezra en Nehemia. Dat Samaritanen met een bepaalde insteek komen en ze laten hun vriendelijke gelaat zien. Maar het is bedoeld om je een dolk in de rug te kunnen steken. Dat was die wereld van toen. De wereld van eigen belangen. De wereld van mensen die zeggen, ik wil mijn plek niet voor jou opgeven. Vergelijk het gemeente met een land dat zich wil ontworstelen aan de corruptie. Hoe moeilijk is het om je te moeten verhouden met al die verborgen agenda's en allerlei dingen onder de oppervlakte. De schone schijn die een rotte eigen bedoeling bedekt. Nee, er is niks nieuws onder de zon. En daarom laat de Heere hier zijn volk, zijn gemeente van het laatste uur met Zacharia deze UFO zien. Dit ongeïdentificeerde object. Tot nu toe, om de uitleg erbij te geven. En gemeente, daarin opent zich de genade die God door dit visioen laat spreken. Toen zei hij tegen mij. Wie is dat? Hij. Dat is in dit visioen en al die andere visioenen de engel des Heren. Staat ook vaak met een hoofdletter geschreven. Je kan dat vergelijken met, of je kan het uitleggen als de vroegtijdige verschijning van de Heer Jezus Christus. Hier is Hij. In zijn vroege verschijning. Voordat Hij het menselijke bestaan aannam, kwam Hij al om zijn profetisch licht te laten schijnen in deze wereld. In de situatie van toen en daar. En wie gelovig meekijkt en zich door deze uitleg laat leiden, die wordt daarmee getroost en beschermd en bemoedigd. Ook als de Heere je met Zacharia een vliegende vloek laat zien. Nou kan ik me echt goed voorstellen, gemeente, dat u vanavond zegt, ja, het woord vloek, dat zit bij mij nou niet vooraan in mijn beleving van troost, van bemoediging en genade en zorg van de Heere voor ons vandaag. En welke bemoediging gaat er nou van een vloek uit? Ik denk dat u hard moet nadenken over zo'n vraag. En dat klinkt eerder ernstig en waarschuwend. En je dacht, ja, dat hebben we vroeger al zo vaak gehoord. Dat hoeft toch vandaag niet meer. Maar bemoedigend? Nou is er natuurlijk niks mis met een waarschuwing, gemeente. Als je dat nou een beetje stiekem zo toch voelde. Dan is dat misschien ook wel een signaal. Als de Heere die vroege verschijning van de Heer Jezus ons laat waarschuwen, dan is dat niet om u en jou om de oren te slaan, om met hel en verdoemenis te zwaaien, maar dat is toch het duidelijkste signaal dat uw lot hem aan zijn hart gaat. Het kan zijn, gemeente, dat dit soort gevoelens die door mijn vragen natuurlijk ook wat omhoog getrokken worden, onthullen dat wij vandaag de dag onvoldoende oog hebben voor wat er eigenlijk gebeurt. Dat ook voor ons, voor u en mij, de visie op wat in deze tijd gebeurt ontbreekt. Dat wij niet beseffen hoeveel er onder de radar blijft. Wat zich richt tegen God, tegen zijn gemeente. Hoeveel christenen te maken hebben met het recht dat hun kant niet opgaat, maar verdraaid wordt. Enige jaren geleden sprak ik jonge christenen in Egypte. En ze studeren misschien net zoals jij, of ze werken. Ze willen gaan werken. Nou, als je studeert daar, dan mag je best naar de universiteit. Ze zien aan je achternaam al dat je christen bent, dus je hoeft niks te vertellen. En jouw cijfers, die krijgen ongeveer 3, 4, 5 maanden later dan die van je moslimcollega's. En die zijn ook altijd een paar punten lager. Zodat jij stelselmatig lager eindigt. En solliciteer jij? Nou ja, als ze nou echt niemand hebben, dan kan jij nog aan de bak komen. Hoeveel christenen, gemeenten, zuchten er onder deze rechteloosheid? Onder een systeem dat wegkijkt of meedoet. De engel geeft Zacharia hier troost door. Bemoediging voor het godsvolk in zulke omstandigheden. Toen en daarom, ook later. En overal waar er geleden wordt. En dat is de troost dat de vloek zal uitgaan over het hele land.
Allereerst het land Juda. Maar de vliegende vloek, zo mag je lezen en begrijpen, staat geen plekje over. Niet onder het godsvolk, maar ook daarbuiten. Die vliegende vloek, die kent geen blinde vlekken. Die kijkt nergens van weg en die ziet nergens overheen. Zeker over het beloofde land waar het volk van God zijn plek krijgt en mag hebben. Gemeente, dat is toch een troost. Ook in onze kantelende tijden en met alles wat wij kunnen meemaken. Het is toch een troost, gemeente, als je zucht onder die kleine dingen die ik aan het begin schetste, tot en met die grotere dingen, dat gevecht wat je misschien voert en je merkt de regels die worden door de politieke klimaatsverandering helemaal getuned en ik trek aan het kortste eind en hoe moet ik nog bestaan? En hoe gaat dat als kerk en gemeente met alles wat je wil uitdragen rondom wat heilig en veilig moet zijn? Een antwoord, gemeente, van boven. Op de zucht en de klacht van beneden. God ziet het niet, dat is de klacht. Het is zelfs een ongevraagd antwoord op de uitdagende hoogmoed en de zelfverzekerdheid van de mens die zich als een trotse dwaas gedraagt en zich breed maakt. Die zegt, er is geen God en die ook nog eens dubbel en dwars zo leeft. Kijk eens opnieuw wat ons, wat iedereen boven het hoofd hangt en dat is de vervloeking. Volgens deze vloek zal iedereen die steelt, die een valse eed zweert, die de naam van God erbij haalt om een bedenkelijke praktijk te staven, die zal weggevaagd worden. God maakt geen verschil. Iedereen die steelt, iedereen die bedriegt. Twee voorbeelden van verborgen zonden die zo gemakkelijk, als er geen getuigen bij zijn, onbeantwoord blijven. Iedereen. Niemand komt er dus mee weg. Welke positie je ook inneemt, in welk gewaad je door deze wereld gaat. Of je nou in de tempel het priestergewaad draagt, in het paleis het koningskleed, op de pleinen de profetenmantel, op het bordes de rechterlijke toga, de witte boord of de overal waarmee je verschijnt. Voor vervloeking, gemeente, gebruikt de engel hier een woord dat afgeleid is van eed. God zweert, ik zal recht doen. Welk gewaad je ook draagt, waar je ook leeft, welke positie je ook inneemt. En die eed toont aan dat het God werkelijk menens is. Hij zal dit hoe dan ook doen. Dat was de tweede. Het gaat over het boek, over de vloek en nu de vernietiging. Wat hangt je boven het hoofd? Nou, in ieder geval ook dit, gemeente, de vervloeking van God. Huiveringwekkende woorden om te spreken, om aan te horen. Past dit wel bij ons beeld van God? Zijn dit niet van die delen in de Bijbel die we liever wat er omheen lezen, overslaan? Als je zo leest, dan denk je, ja, waar gaat het over? En als je dan iets gaat beseffen van waar het over gaat, dan denk je, maar dit wil ik helemaal niet. Dit past toch niet? God is toch liefde? Hij wil toch mensen behouden? Hij heeft toch geen lust in de dood van een goddeloze, maar daarin dat die goddeloze zich bekeert en leeft? Nou, gemeente, wat voor de Heere geen tegenstelling is, moeten wij er maar niet van maken. En zo lezen wij vers 4. Ik heb deze vloek doen uitgaan, spreekt de Heere van de legermachten. Hij zal naar het huis van de dief gaan en naar het huis van hem die in mijn naam een valse eed aflegt. Hij zal midden in zijn huis overnachten en het vernietigen met zijn hout en zijn stenen. Deze vervloeking gaat uit van God. Met nadruk zegt hij dat in dit gezicht. En hij begint er zelfs mee in vers 4. Ik. Dit moet Zacharia en dit moet het volk van toen en de gemeente van vandaag weten. Om met visie naar de tijd en de omstandigheden te kijken waarin wij en zij leven. Als dit van God uitgaat, dan gaat het niet van u en mij, ons mensen uit. Onze gevoelens van verdriet, van onmacht, van frustratie, van wat je ook allemaal kan voelen, koken van binnen, kunnen zo gemakkelijk uitgroeien tot verbittering, tot haat en meer. Als blikken kunnen doden. Hoe vaak was je daar toen je net de verkeerde beslissing maakte bij de rotonde al gedood? Of je reed net
een klein beetje minder dan de maximum snelheid. En dan kwam zijn auto achter je rijden. Toet, 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 toet. En dan komt de auto ernaast en er gaat een vinger omhoog. En je snapt al wat er gezegd wordt daarbinnen. Als blikken kunnen doden. Je kan zomaar iemand doodwensen. Wij kunnen niet instaan voor de zuiverheid, voor de dingen die wij uitspreken. Onze eerlijkheid. Alleen al daarom, gemeente, kunnen we uiterst dankbaar zijn dat deze vervloeking niet van u en mij uitgaat. Niet gevoed wordt door uw en mijn gevoelens. Maar dat deze vervloeking van de Heere uitgaat. En dat maakt dit visioen troostvol. Ik heb deze vloek doen uitgaan. Moet je horen wie het zegt. Dit spreekt de Heere van de legermachten. De Heere die zijn verbondsvolk bij de binnenkomst van het beloofde land. En bij de terugkomst in het beloofde land. De belofte, de garantie van recht deed. En dat hier is herhaald. Mozes sprak namens de Heer op de drempel van Kanaan. U staat heden allen voor het aangezicht van de Heere uw God, om het verbond van de Heere uw God en zijn vervloeking binnen te gaan. En zijn vervloeking binnen te gaan. Het beloofde land is geen paradijs van melk en honing, waar de gebraden duiven je zo de mond in vliegen. Waar je door God verzorgd wordt en bediend wordt op jouw wenken. Maar je gaat het beloofde land in waarin je verplicht om voor God heilig te leven. En daarom die vervloeking, als je dat in je hoofd haalt om het niet te doen. U staat heden allen voor het aangezicht van de Heer uw God. Om het verbond van de Heer uw God en zijn vervloeking binnen te gaan. Dat hij heden met u sluit. Opdat hij u heden voor zichzelf tot een volk bevestigt. En hij voor u tot een God is. En gemeente, dat is toch ook de verplichting die wij op ons nemen als we belijdenis doen, als we onze kinderen dopen, als we ten avondmaal gaan. Dat is toch de verplichting die ook ons allen geldt om heilig te leven. En we geven ons dan ook over aan het gezag, de tucht van de Heere. Die vervloeking, gemeente, en dat wil Zacharië hier ons doorgeven, is niet alleen maar voor de buren, die is eerst voor ons. Het beloofde land, gemeente, wijst vooruit naar de toekomst van Gods koninkrijk. En daar is geen plaats voor leugen en bedrog en alle dingen die verborgen moeten blijven. Daar komen zulke mensen die dat willen niet eens binnen. Laat staan dat u er blijft. Al wat onrein is, zal er niet inkomen. En ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens. Openbaring 21 lazen wij daarom. Nu zijn onze scheldwoorden vaak ongeleide projectielen. Uit onmacht en al dan niet terechte frustratie schreeuw jij wat uit. Of typ je wat van die venijnige woorden en ze komen eraan bij de anderen en je kijkt haar blauwe vinkjes. Ze hebben het lekker gelezen. Kijk eens opnieuw met Zacharia mee. Wat hangt ons, wij, de gemeente en de wereld daaromheen, wat hangt ons boven het hoofd? De vliegende vloek zal het huis van de dief, of naar het huis van iemand die vals zweert in de naam van God, die met beroep op Gods naam de ergste dingen doet, die zal daar naar binnen gaan. Al die verborgen dingen die je zo moeilijk kan aantonen, die niemand kan bewijzen, maar die God wel weet. Het is dus niet bepaald een ongeleid projectiel, een soort voorvorm voor de clusterbommen die nu worden gesmeed in Oekraïne. Maar die komt precies daar, waar de Heer met goddelijke precisie en alwetendheid ziet en heeft vastgelegd wat er gedaan en wat er gezegd en gevoeld is. Er zullen geen onschuldige slachtoffers vallen. Niemand krijgt te maken met een rechterlijke dwaling, met gemanipuleerd bewijs of andere misstanden. Zo doet God recht. En dat is hier de belofte door deze profetie voor ons vandaag. Nu als een belofte, als een eed zelfs, waarbij hij met goddelijk geduld wacht. En het godsvolk, de ware getrouwen, zelfs langer laat zuchten en laat wachten. Zodat het tot in de hemelse gewesten toe wordt uitgeroepen. O Heere, hoe lang nog? Hoe lang nog duurt het voortdat u ons bloed oordeelt en wreekt? Blijkbaar gaat die vraag mee.
Want de Heere straft niet per omgaande. Hij doet niet aan lik op stuk beleid, maar hij biedt gelegenheid voor elke dief die berouw krijgt om zich te bekeren. Hij biedt de gelegenheid dat je als je met je leugenachtige leven ontmaskerd wordt, of liever daarvoor, dat je een waarheidsvriend wordt. En misschien zelfs abonnee van dat blad wordt. God heeft lang geduld. Maar hij verliest zijn volk niet uit het oog. Hij geeft ze visie. Er wordt recht gedaan. De vervloeking treft doel. Die gaat rechtstreeks naar het huis van de dief. Van degene die in Gods naam een valse eed zweert. En daarmee het recht verkracht. Die mensenlevens in gevaar brengt. En wat doet die vloek? Nou, die blijft niet in de lucht hangen boven de hoofden, maar die komt onder dak. De woorden van God die blijven niet boven onze hoofden zweven. Die vervluchtigen niet met het klimaat mee. Het blijft niet bij woorden, het blijft niet bij waarschuwingen. Maar het komt ervan, gemeente. En o wee, als die vloek zijn werk doet, dan vallen de huiveringwekkende woorden van vernietigen. Het huis van hout en steen zal geen onderdak bieden en geen beschermende muur vormen voor alles wat onder de radar blijft. Wat met Gods alwetendheid speelt. Gods vloek is werkelijk vernietigend. Waarom? Omdat de zonde vernietigend is. Je moet wel goed beginnen. Niet denken, ja, God gaat hier een beetje vernietigen. Je moet bij jezelf blijven. De zonde vernietigt. Je verwoest je eigen bestaan. Maar ook dat van anderen. Hier je huisgenoten. Dat merk je wel als je een dubbel leven leidt. Als er in het gezin verborgen zonden aan de hand worden gehouden. En dan gaat het altijd zich wreken in het gezin. Het slaat als een melaatsheid, als een besmettelijke ziekte om zich heen. Het tast onderlinge verhoudingen aan en het verziekt, verzuurt van alles. Niet voor niets sluit de Heere met deze woorden aan bij de wetten die voor de melaatsheid golden. En wat er gedaan moet worden als iemand melaats is of als zijn huis een bepaalde kwaal heeft, waar het is ingevreten. Dan moet er na een poosje, als het niet helemaal duidelijk is, nog een keer teruggekomen worden en het moet weer bekeken worden. En dan, zegt God, dan moet je dat huis afbreken. Steen voor steen en hout voor hout. Het kwaad moet worden vernietigd voordat het kwaad ons vernietigt. Voordat het zijn volk vernietigt. En daarom kan God niet leven met de zonde. Hij vernietigt die. Ultieme bescherming dus. Als je het over troost en bemoediging hebt, mag je het in dit licht ontvangen. Nu gaan we naar het laatste. Het boek, de vloek, de vernietiging en nu de reiniging. Zacharia ziet een vliegende vloek. Hè? Dat hangt het bij hem en zijn tijdgenoten ons vandaag boven het hoofd. Ook al zijn we beslist Israël niet. En moeten we dus altijd een stapje opzij doen. Wij zijn Israël niet, maar we luisteren wel met Israël, het volk van God, mee. Daarom staan deze woorden ook in de Bijbel voor ons vandaag. Al zijn we Israël niet, gemeente, we leven toch in de verwachting van de komst van de Heer Jezus, zijn tweede komst, wanneer hij komt als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de aarde en de werken op de aarde zullen verbranden. Hier heb je de ultieme vervulling van dit gezicht. Hij zal de aarde schoonmaken. Ja, de aarde. Maar je denkt, daar leef ik wel op. Daar leef ik wel op. Ik weet niet hoe het u jou vergaat, gemeente. Als je dit hoort en dit denkt. Als je het op je laat inwerken en je eigen leven erbij legt. Ik hoop dat je dat ook doet, jong en oud. Dat je denkt, ja, maar in mijn leven. In mijn leven is er ook nog wel wat nodige onder de radar. En om eerlijk te zijn, krijg ik het Spaans benauwd bij de gedachte aan wat mij dan boven het hoofd hangt.
En dat snap ik, gemeente, en ik sluit me daar ook bij aan. Hoe vaak heb je niet dat je zegt of denkt, ze moesten eens weten. We kunnen er van buiten zo vroom uitzien en zo mooi kunnen we zingen en doen en zulke prachtige woorden spreken, maar... Ja, nou niet om het allemaal dicht te smeren, maar wel om bijbels breed te blijven. De Heere laat niet alleen een vervloeking uitgaan, er vliegt ons meer boven het hoofd. En dat zag Johannes op Patmos. Ik zag een engel die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige evangelie om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen. Er hangt ons dus meer boven het hoofd. Boven die vloek uit, kan je zeggen, gaat het eeuwige evangelie uit. En daarom laat God, voordat hij komt om te oordelen, voordat hij de wereld zal reinigen, daarom laat God 500 jaar na dit visioen het kruis oprichten. En daar stort de Heer Jezus zijn bloed. En daarna stort hij zijn geest uit, de geest van de genade en van de gebeden, waar Zacharia in hoofdstuk 12 over profeteert. En dan volgt hoofdstuk 13. Op die dag zal er een bron geopend worden voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinheid. Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heere van de legermachten, dat ik uit het land de namen van de afgoden zal uitroeien, zodat aan hen niet meer gedacht zal worden. Nou, gemeente, als je dus met je leugen geconfronteerd wordt, of wat je ook verborgen houdt en weten houden, op je telefoon, in je boekhouding, de zoekgeschiedenis, en je beseft, dit hangt mij boven het hoofd, dan biedt de Heere hier je de uitweg uit je dubbel leven, uit je leven dat een leugen kan zijn. Alles wat er wel is, maar er niet mag zijn. Gemeente, er is een bron geopend. En de geest van de genade en van de gebeden brengt je erbij. En hij leert je belijden en bidden om vergeving. In het besef dat beleden zonden ook vergeven zonden zijn. En dat wie hem als redder kent, hem niet hoeft te vrezen wanneer hij als rechter zal verschijnen. En deze vloek zal uitvoeren. Het bloed dat de Heer Jezus gestort heeft, dat reinigt je van alle zonden die je hem beleidt. En zelfs van de zonden die je nog niet op de radar hebt voor jezelf, die je hebt weggestopt zo diep dat de Heilige Geest maar moet graven en graven in je leven om nog meer naar boven te halen. Alle zonden die worden door hem vergeven. Je moet natuurlijk niet vergeten, daar ga ik nu verder niet op in, om het ook aan mensen goed te maken. Als we gezondigd hebben, gemeente, dan kunnen we heel gemakkelijk vluchten naar het kruis. Maar het andere hoort erbij. En inderdaad, er is, en zo zien we dat aan het kruis, er is een voorspraak in de hemel die op de aarde onze vervloeking op zich heeft geladen. Die erdoor vernietigd werd. In het geloof zeg je, hij voor mij. Omdat ik anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Deze bron, gemeente, heeft God voor u geopend. Ook het evangelie dat het bloed van de Heer Jezus Christus reinigt van alle zonden, hangt u hoog boven het hoofd. En dat is meer dan wat hij belooft. Ik zal je van die vloek vrijmaken en ontheffen. Ik zal het van je wegnemen. Nee, hij drijft de zonde en al je onbeheersbare verlangens, waardoor je telkens weer in herhaling valt. Hij drijft het uit je leven weg. Gemeente, jong en oud, als je de zuigkracht van de zonde voelt en je weet, ik ben niet sterk genoeg. Ik doe het weer, of ik doe het bijna weer, of ik verlang er alleen maar naar. Dan is het naar de bron. Naar de bron die geopend is. Om gereinigd te worden, om die zonde te laten uitdrijven door het bloed dat de Heer Jezus heeft gestort. Laat je reinigen. Niet één keer, maar elke keer weer. Laat je reinigen voordat je zelf wordt weggesaneerd. Want die vloek, die blijft voor de time being ons boven het hoofd hangen. De Heere geeft door Zacharia die kleine groep teruggekeerde ballingen die daar in Jeruzalem op de puinhopen staan, weer visie. In het krachtenveld van hun tijd. Hoe houden wij het als godsgetrouwen in hemelsnaam vol? Hoe bouwen wij de Godstad op?
Hoe zorgen we ervoor dat de dienst van de verzoening weer onderdak vindt door de tempel? Gemeente, het komt ervan. De Heere zal zijn land reinigen. Hij zal zijn volk, de gemeente die hij daarbij gevoegd heeft, een plaats bieden in het beloofde land. Hij zal het schoonmaken. Dat land, Gods koninkrijk, de nieuwe aarde onder de nieuwe hemel, zal geen plaats laten aan de zonde, aan de onreinheid. God maakt schoon. Hij delgt alle zonde uit deze wereld. Eenmaal is het gedaan met alles wat zijn aarde vuil maakt. Wat aan jou, u en mij zuigt en trekt. En in elke tijd weer een andere gedaante en een andere uitingsvorm aanneemt. Zacharia leefde ver voor onze virtuele wereld met alle digitale mogelijkheden. Waarbij het oneindig veel gemakkelijker is om een exponentieel dubbel leven te leiden. Waar alle verleidingen zich razendsnel verspreiden. Gemeente, dan biedt dit gezicht van 500 voor Christus, ook vandaag in 2023, die vliegende vloek, een heerlijk perspectief. Kijk nog eens opnieuw met de profeet mee. Zo kan je de tussenliggende tijd doorbrengen. Want de dag, die komt. Met grote snelheid komt hij dichtbij. En de Heere zorgt dat je tot die tijd samen met alle andere christenen overal op aarde, van alle tijden ook nog eens, dat je het kan volhouden en zal volhouden. Totdat naar zijn belofte uit de hemel die nieuwe stad neerdaalt. En niet langer meer die brokstukken en puinhopen zijn waar je op staat, waarbij je maar weer wat moet zien te fixen en te organiseren. Nee, naar zijn belofte daalt die nieuwe stad kant en klaar uit de hemel neer. Met de almachtige God als tempel en het lam. En daarbinnen al die volken die hem met volle pond de heerlijkheid geven. Die hem de glorie van hun leven geven. Nu nog zo ten dele. Gebroken, vaak dubbel. Maar dan niet meer. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, die het geklank van de bezuin van Gods geboden hoort, die in zijn licht zullen wandelen. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, zodat zij recht hebben op de boom van het leven, opdat zij de stad mogen binnengaan. Ja, dat is de ene kant, als je tot die bron gevlucht bent, maar buiten bevinden zich die de leugen lief heeft en doet. Wat hangt je boven het hoofd? Wie binnen is, gemeente, kan en wil. En die zal nooit meer zondigen. En hem voor eeuwig bedoelen. Amen.
Laten wij nu danken en bidden. Heere, wij verwachten die dag met een onuitsprekelijk groot verlangen. Die dag dat u komt. Dat u een einde maakt aan alle onrecht. In ons leven. In deze wereld. Dat er dan geen dubbele levens meer zullen zijn. Geen leugenlevens. Maar waarin uw goedheid ons toestraalt. En de waarheid. En de trouw van hemel, van de hemel uit op de aarde ook wordt beantwoord. Heren, we klampen ons vast aan het kruis. We laven ons aan de bron. We blijven ervan drinken, omdat wij beseffen, daar zijn wij op aangewezen. En wanneer wij dat nog niet beseffen, Heren, breng ons erbij. Breek ons, zodat wij niet langer de schone schijn in de lucht zullen houden, maar als geknakte zondaren tot u de toevlucht zullen nemen om u alleen over te houden. Heere, gedenk ons. Zegen het woord van deze dag. Laat het zijn loop hebben in ons leven van elke dag. Laat het zijn vrucht afwerpen voor u. Gedenk, Heere, uw gemeente hier, zegen de broeders van de verschillende wijkkerkenraden. Geef ze elk in hun eigen wijk alles wat ze nodig hebben om ook te dienen in uw koninkrijk. Zegen de dienaren van het woord die u gegeven heeft, wat u ook elke keer weer de krachtige bediening van uw geest geven om te spreken. Niet alleen maar op de preekstoel, maar ook in de huizen, op de catechisatie of op andere plaatsen. Laat uw woord ons heilig en dierbaar zijn, zodat we altijd ons daardoor laten leiden. Gedenk, Heere, uw gemeente en alle dynamiek van deze tijd ook. En dat bidden we u ook voor onze plaatselijke overheden, de plaatselijke gemeente, onze medeburgers. Onze samenleving waar zoveel spanningen zijn, waar zoveel dingen ook onzeker worden voor heel veel mensen. Heere, ontferm u. De ontwikkelingen lijken voor ons niet te stuiten. En we denken, waar houdt dit op? Heer, en dat is misschien wel de vraag die we best bij u kunnen neerleggen. Waar houdt dit op? En u zegt, het houdt op het moment dat mijn geduld klaar is. Dat weten we vanuit uw woord. Wanneer u al uw kinderen heeft verzameld. Uit alle plaatsen, uit alle tijden. Allen die u zo heeft gekozen en in uw liefde heeft opgezocht. Zegen, Heere, daarom het werk wat er gedaan wordt door uw kerk. Laat uw kerk een mond zijn van het evangelie. En mensen tot de Heere Jezus brengen. In de kerk en buiten de kerk. Heere, geef dat uw kerk zelf ook uw geboden respecteert en heiligt. Uw woord aanvaardt als gezaghebbend. De ene naam onder de hemel op alle plaatsen laat verkondigen. En waar dat niet zo is, Heere, erbarmt u zich over die kerk waar wij deel van uitmaken. Laat ons niet los het werk van uw handen. Breng een ommekeer, een wederkeer. En heel ook alle breuken die geslagen zijn. Heere, ontferm u. Gedenk, Heere, de vele mensen die al dan niet lid van een kerk zijnde het slachtoffer worden van anderen. Het slachtoffer worden van systemen. Er huilt in deze wereld zoveel onrecht. Het is ten hemel schreiend wat wij als mensen doen. In het klein, in het groot. Heere, we bidden u voor die mensen die de slachtoffer worden van politieke systemen, van oorlogen tussen grootmachten, van de verandering door het klimaat, van alle andere dingen die in de lucht hangen. Heere, ontferm u. Gedenk uw wereld. Zegen zendelingen, bijbelvertalers, tentenmakers, evangelisten. Zegen ook het getuigenis onder uw volk Israël. Uw volk. Breng uw volk op de knieën voor de Heere Jezus. Heere onze God, aanvaard onze dank voor alles wat u ons deze dag gaf. Vergeef wat verkeerd was. Zegen het goede. En ga met ons mee.
Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Psalm 85 heeft iets van die nieuwe wereld die God aan het scheppen is en die zal komen. Het is natuurlijk ook een toenmalige vervulling van de Heer die ook in de ballingschap weer recht heeft gedaan en nog wel meer plaatsen dat het vervuld is. We zingen vers 1 en 4. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoont dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. En dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet en spruit de trouw uit de aarde blij omhoog en de gerechtigheid ziet neer van zijn hemels boog. Psalm 85 vers 1 en 4.
Gemeente, verheft dan nu uw hart tot God en ontvangt voor u en iedereen die bij u hoort de zegen van de Heer. En ga dan verder in vrede en wees tot een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u en ook jou genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.